Laat mij beginnen met een citaat uit een brief geschreven op 29 juni 1845 vanuit Wenen. Aan het woord is de dan 35-jarige Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink. Daar hebt u hem. Iets ouder is hij op deze foto. Hij schrijft aan de Leidse hoogleraar klassieke talen, John Baker, die niet alleen zijn leermeester is, maar ook zijn vertrouwenspersoon. Bakhuizen schrijft in die brief over Griekse codices die hij heeft gevonden. Hij schrijft over de ongelukkige verloving met de romanschrijfster Truitje Toussaint, maar op Bakhuizens persoonlijk leven kom ik straks nog terug. En hij schrijft over de kwestie die ons hier het meest moet interesseren, namelijk de toegang tot de Weense archieven die hem is ontzegd. Bakhuizen is historicus, geïnteresseerd in vooral de 16e-eeuwse geschiedenis van de Nederlanden. Die wil het Weense archief bezoeken, maar krijgt daarvoor geen hulp van de Nederlandse regering. Ja? Help mij, Rick. Ik probeer het nog eens. Ik ruiste, was dat het probleem? Oké. Op hoop van zegen. Bakhuizen, historicus, is geïnteresseerd in vooral de 16e-eeuwse geschiedenis van de Nederlanden. Hij wil het Weense archief bezoeken, maar krijgt daarvoor geen hulp van de Nederlandse regering. En dat maakt hem kwaad. Ik citeer. Sluit het gouvernement mij de deur voor mijn onderzoek, dan ga ik naar Parijs of Brussel, knoop zoveel mogelijk verbindingen aan in Holland en begin een geregelde historische oorlog aan de bron der archieven met ons gouvernement. Mijn guerillerie, die bestaan zal in het opwarmen der Loevesteinse factie tegen het gouvernement, zal als historische oppositie naast alle vrome, radicale, financiële, staatsrechtelijke oppositie die er gemaakt wordt, haar plaats vinden. Dus in Wenen bevindt zich in juni 1845 een ontevreden historicus omdat hij de archieven niet in mag. Bakhuizen en die historicus zweert een historische guerrilla te beginnen. Een jaar eerder dan... Dat blijft uit. Zou je dat kunnen... Ja, dankjewel. Een jaar eerder dan, 4 mei 1844. 2000 kilometer verder in het stadje Simancas in Spanje. Daar bevindt zich deze man, Louis Prosper Gachiard. De Belgische historicus Gachiard was vooral geïnteresseerd in de 16e-eeuwse geschiedenis van de Nederlanden. Net als Bakhuizen dus. Het is immers in die late 16e eeuw, even in historische context, dat de Nederlandse opstand begint, de 80-jarige oorlog, een bepalend moment uit de geschiedenis van niet alleen Nederland, maar ook België natuurlijk. En daarom is Gachiard in Simancas. Daar liggen belangrijke archieven, maar Gachiard mag niet naar binnen. Sinds maart is hem door een nieuw Spaans reglement de toegang tot de archieven ontzegd. En Gachiard is ontstemd, ook omdat hij op het moment van schrijven al een jaar van huis is. Aan de minister... De minister van Binnenlandse Zaken, zijn opdrachtgever voor deze reis, schrijft hij: hoewel ik naar Spanje kwam, bewapend met een grote dosis geduld, geef ik nu toe, excellentie, dat als ik niet was geleid door zo'n groot plichtsgevoel, dat ik dan niet tot dit moment had kunnen volhouden onder zoveel verveling en zoveel problemen. Gachiard bevindt zich dus in eenzelfde situatie als Bakhuizen. Hij wil een archief in en hij krijgt er geen toegang toe. Hiermee zijn de twee hoofdpersonen, Gachiard en Bakhuizen. Kijken of dit... Nou, dan moeten we het maar... Ah, daar zijn ze. Dat zijn ze samen. Gachiard en Bakhuizen die zijn daarmee getoond. De twee hoofdpersonen van mijn verhaal. Op de manier hoe zij daar terechtkwamen in Wenen en in Simancas. En of de eerste Bakhuizense oorlog daadwerkelijk uitbrak, daarop ga ik straks verder in. Voor nu volstaat de constatering dat wij deze twee figuren, Gachiard en Bakhuizen, dat wij hen gemakkelijk als historicus kunnen herkennen. Dat is zo omdat zij iets doen wat wij van historici verwachten dat ze doen. Ze gaan naar het archief. En als er één plaats is waar een historicus in het wild kunt aantreffen, dan is het wel een archief, zou je zeggen. Ook al spenderen historici in de realiteit natuurlijk veel meer tijd achter hun bureau of voor een collegezaal. De archiefreis,
De archiefreizen, dat is een term die op zijn plaats is, zeker als je de transportmogelijkheden van die tijd in acht neemt. Dat is een veel betere term dan archiefbezoek. Die archiefreis werd in de 19e eeuw een vast onderdeel van de taakomschrijving van de historicus. En die 19e eeuw was de periode waarin de geschiedenis als moderne discipline werd gevormd, zoals dat geldt voor heel veel van de hedendaagse, niet alle, maar heel veel van de hedendaagse academische disciplines. Ook vandaag nog is de indeling van de universiteit grotendeels een erfenis van die 19e eeuw. Natuurlijk zijn die disciplines van toen niet meer dezelfde als de disciplines van nu. Maar toch kunnen we ze vaak nog goed herkennen aan de praktijken die toen zijn ontstaan. De scheikundige die experimenteert in haar laboratorium, de evolutionair bioloog die zijn veldwerk doet in afgelegen natuurgebieden en de historicus die naar archieven gaat. En daarmee staan Gasjaar en Bakhuizen eigenlijk in dezelfde discipline als de historici van nu. Een blik op hun praktijk, zou ik zeggen, is daarom ook een blik die voor een deel opgaat voor het heden. Zelfs in het heden, op het moment waarop archievenreizen de toegenomen digitalisering steeds vaker virtueel zijn. In de eeuwen voor Gasjaar en Bakhuizen gingen historici ook wel eens naar archieven, maar lang niet zo vaak en lang niet zo systematisch als dat in de 19e eeuw gebeurde. Waarom veranderde dat? Nou, in de eerste plaats omdat het kon. Archieven die voorheen gesloten bleven, gingen nu open voor historici. De Franse Revolutie is hier, zoals met zoveel dingen in de geschiedenis, een belangrijk keerpunt. Voor 1789 was het grofweg zo dat het archief een exclusief en geheim domein was van de staat. De staat bewaarde in die archieven, bewaarde daar bepaalde rechten, privileges en andere staatsdocumenten. Na 1987, met die revolutie, kwam het idee op van het archief als een publiek eigendom. Als iets dat niet exclusief aan de staat toebehoorde, maar ook voor burgers toegankelijk zou moeten zijn. En het toelaten van die publieke toegankelijkheid werd meteen ook flink vergemakkelijkt, omdat de Franse Revolutie eigenlijk de hele politieke en bestuurlijke orde overhoop gooide, omdat die een totale breuk in de geschiedenis betekende. En dat betekende dus ook dat veel van de documenten die in die archieven berusten, dat die eigenlijk niet meer relevant waren voor hedendaags bestuur. En want die bestuursvormen veranderden dus. In Nederland kun je denken natuurlijk aan het inwisselen van een federale republiek voor een eengemaakt Koninkrijk in de periode rond 1800, ook met of door Frans toedoen grotendeels. De kanttekening die hierbij meteen geplaatst moet worden is dat dit niet iets is dat op stel en sprong gebeurde in één keer. Die omslag in openbaarheid, openbaar was niet altijd even openbaar. Dat bleek bijvoorbeeld, heel praktisch voorbeeld, uit de inrichting van het Nederlands Rijksarchief. Dat was in 1802, zoals veel nationale instellingen ten tijde van de Bataafse Republiek, opgericht. Maar het zou nog tot 1851 duren voordat er een fatsoenlijke leeszaal werd ingericht. Dus je kon wel naar het archief, maar je kon er geen stukken lezen. Of je moest dat staande tussen de kasten doen. Ook uit de ervaringen van Bakhuizen en Gasjaar, die beiden natuurlijk moeite hadden om toegang te krijgen tot archieven die ze wilden raadplegen, blijkt dat openbaarheid niet altijd een simpel gegeven was. En een archief, en dat geldt vandaag de dag nog steeds, bevat niet alleen het materiaal waarmee historici willen werken, het is ook nog altijd het werkgeheugen van de staat. En dus tot op de dag van vandaag zijn er allerlei restricties aan het gebruik van en de openbaarheid van archieven. Maar goed, dat is de gelegenheid, steeds meer openbare archieven. Daarnaast is er in tweede plaats ook het motief voor historici om in de 19e eeuw die archieven te gaan bezoeken. En dat is ook wat nu nog iedere student geschiedenis leert. In de 19e eeuw werd de geschiedenis namelijk werd de geschiedenis een echte wetenschap doordat de eisen die aan historische kennis werden gesteld omhoog gingen. Die kennis moest vanaf nu worden gebaseerd op primair bronnenmateriaal dat door historici kritisch volgens een filologische methode zou worden onderzocht. Dat primaire bronnenmateriaal, de documenten die in archieven te vinden zijn dus, dat was de garantie voor een zekere vorm van kennis. De beweging die hier wordt beschreven is even elegant als overtuigend gebleken. Keer op keer legden de 19e eeuwse historici aan elkaar en aan hun publiek uit wat het probleem was met de bestaande geschiedschrijving. Historici hadden hun vertrouwen vooral gesteld op eerdere historici en die hadden hun vertrouwen gesteld op weer eerdere historici enzovoort enzovoort. Historici schreven allemaal van elkaar over, waardoor foute opvattingen en partijdigheid zich onbeperkt konden voortplanten.
In het archief nu zou je die hele historiografische traditie in één keer kunnen omzeilen en direct naar de primaire bronnen kunnen gaan die je in contact met het verleden zouden kunnen brengen. En zoals Gachard het uitlegde aan zijn Belgische collega's na terugkeer uit Spanje, over de 18e eeuw wisten tot nu toe Belgische historici eigenlijk niets dan wat zij overschreven van Franse historici. Vaak slecht geïnformeerd, nog vaker partijdig, zei Gachard. De oplossing was heel simpel, zei hij. De documents originaux, de originele documenten uit het archief, die zouden moeten worden gebruikt, die zouden de waarheid aan het licht brengen. Dit was, kort gezegd, de belofte van de bronnen en die belofte was groot. Die belofte was dat het zekere kennis zou opleveren, dat de waarheid over het verleden naar boven zou komen. En daarmee zijn we natuurlijk bij het thema van de lezingenreeks aanbeland, zekerheid of liever onzekerheid. Hier werd zekere en ware kennis beloofd, maar wat zeker en waar is, is natuurlijk, zou ik in de eerste plaats zeggen, afhankelijk van hoe je zekerheid en waarheid definieert. Pardon. De 19e eeuw beweren dat ze met een beroep op het archief eindelijk zekerheid over historische kennis konden bereiken. Ik zou zeggen dat op dat moment de eisen die aan historische kennis worden gesteld veranderden. Dus wat gold als zekere kennis veranderde op dat moment. De eisen daaraan veranderden met het beroep op het archief of het primaire bronnenmateriaal. En die veranderlijkheid van dat soort eisen aan kennis, die zijn natuurlijk niet alleen voorbehouden aan geschiedenis, maar die veranderlijkheid geldt ook in alle andere wetenschappelijke disciplines. Denk maar aan statistiek, bijvoorbeeld een vorm van kennis die nu alom tegenwoordig is in sociale wetenschappen en in de geneeskunde bijvoorbeeld. Dat is een vorm van kennis die we ook pas sinds de 19e eeuw kennen. Peer review, tegenwoordig de gouden standaard om de zekerheid van kennis vast te stellen. Dat is een van de mechanismen waarop wij ons beroepen waarom wetenschappelijke kennis zo zeker en goed is. En dat bestaat pas sinds enkele decennia ingeburgerd in de wetenschap. Dus die eisen, wil ik maar zeggen, zijn veranderlijk voor wat zeker is. En met dat soort veranderende opvattingen van wat kennis is, houdt zich de wetenschapsgeschiedenis en het bijzonder de kennisgeschiedenis bezig. En zij kijkt naar de veranderingen in de eisen die wij aan kennis stellen. En wat als kennis geldt op een bepaald moment. Wat ik hier nu wil doen, is die pretentie van zekere kennis van de 19e eeuwse archiefhistorici onderzoeken en bevragen door te kijken naar wat zij nu eigenlijk in die archieven deden. De aantrekkingskracht van de archieven op 19e eeuwse historici was groot. En dat blijkt uit de reizen die Gachard en Bakhuizen maakten. Rondom de belofte van de bronnen, dus nogmaals het niet langer vertrouwen op het gezag, op de autoriteit van andere historici, maar het zelf naar het verleden kijken, stileerden 19e eeuwse historici hun werk in het archief. En zo romantiseerden zij dat werk. Een beroemd voorbeeld is de Franse historicus Jules Michelet, door te spreken over het directe contact dat zij hadden met historische figuren. Bijvoorbeeld door het stof dat op de documenten lag te inhaleren, als het ware. Of in een minder momentane uitdrukking, de gemeenzame omgang die zij met die figuren zouden opbouwen door vele, vele uren en dagen in dat archief te spenderen. En dat soort gedachten, dat soort metaforen verraden eigenlijk hoe die 19e eeuwse historici zichzelf als een kennend subject definieerden. En dat kennend subject, dus wie is de historicus? De historicus die het verleden kent. En dat is iemand die eenzaam is, die oog in oog met dat verleden staat en die niet wordt gehinderd tussen wat ook maar tussen hem en de geschiedenis zou kunnen instaan. Ik zeg hem, want het betrof hier een lone male subject. Zowel in de praktijk, omdat vrouwen nauwelijks toegang hadden tot archieven in de 19e eeuw, als in de verbeelding. Want die mannelijkheid was nodig volgens de 19e eeuwers, want archiefwerk, zo benadrukte zij keer op keer, was hard labeur. Ook Bakhuizen en Gachard vergeleken in bijna versleten clichés hun werk met het delven van erts uit een mijn of het binnenhalen van een oogst. Dat is zware mannelijke arbeid. Iets minder gebruikelijk, maar niet minder illustratief, waren seksuele en dan eigenlijk altijd heteroseksuele metaforen. De historicus was dan de man en de archieven, of liever de archiefstukken, waren vrouw. De Duitse historicus Ranke, een beroemde 19e eeuwse figuur, vergeleek zijn bronnen met schöne prinsessinnen bijvoorbeeld. Gachard, die trouwens vrijgezel bleef tot zijn 57ste, had het niet voor niets over source vierge, maagdelijke bronnen die door hem voor het eerst werden aangeraakt. Goed, zo denken de historici over hun eigen vak.
Terug naar 1844, 1845, naar Bakhuizen en Gasjaar, twee van die lone male subjects die de archieven in willen, in Wenen en in Simancas. Waarom zij en waarom daar? Gasjaar was niet aan zijn eerste reis toe. Hij had al eerder gereisd, in 1828 was hij naar Parijs geweest, in 1838 wederom naar Frankrijk, Parijs en Dijon, in 1840 Lille en hetzelfde jaar ook naar Den Haag. Later zouden nog volgen Berlijn, München, Aken, Düsseldorf, Praag, Turijn, Milaan, Rome enzovoort en zo verder. Al die reizen die Gasjaar maakte, die waren voor hem dienstreizen geweest. Hij maakte als Rijksarchivaris van België, dat was zijn functie, in opdracht van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. En meestal betekende dat in praktijk dat Gasjaar zelf die opdrachten bedacht, waarvoor vervolgens de minister hem toestemming verschafte. En als Rijksarchivaris was Gasjaar een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste Belgische historicus van het midden van de 19e eeuw. Hij was de hoeder van het nationale verleden, althans van de bronnen van dat verleden. En in de 19e eeuw was dat geen geringe, geen onbelangrijke taak. Het was de periode van de uitbouw van de nieuwe nazistaten. En de geschiedenis gold als het cement bij uitstek om die nazistaten te verstevigen. Maar om de bronnen voor die nationale geschiedenis te vinden, moest Gasjaar niet alleen in België zijn. De geschiedenis van België, en dat gold natuurlijk ook voor Nederland en voor alle Europese landen op dat moment, was een internationaal verhaal waarin de grote Europese vorstenhuizen een belangrijke rol hadden gespeeld. De Bourbons van Frankrijk, de Valois van Bourgondië, de Paus in Rome en bovenal, voor Nederland en België dan, de Spaanse en de Oostenrijkse Habsburgers. Dat waren de grote figuren in die geschiedenis geweest. Bij gevolg lagen dus ook de bronnen voor die geschiedenis verspreid in archieven doorheen heel Europa. En daarmee doet zich de wat paradoxale situatie voor dat 19e eeuwse nationale geschiedenissen, dus de geschiedenis wordt in de 19e eeuw een zeer nationale discipline, en een situatie die eigenlijk tot op de dag van vandaag voor het grote deel bestaat. En die nationale disciplines krijgen vorm in een transnationaal proces. Gasjaar was geïnteresseerd in Belgische geschiedenis, maar moest daarvoor heel Europa doorkruisen, net als zijn collega's. Het hoogtepunt, het summum wat hij daarbij kon bereiken, was wel de archiefburcht van Simancas. In de 16e eeuw had de Habsburgse keizer en heer der Nederlanden, Karel V, deze burcht tot zijn archiefbewaarplaats gemaakt. En dat zou de eeuwen daarna blijven. Dus hier lagen heel veel belangrijke documenten over de Belgische en de Nederlandse geschiedenis. In de eerste plaats van Karel V en van zijn zoon, koning Philips II. Die papieren waren geheim, of waren heel lang geheim geweest. En de keuze voor een burcht is ook niet toevallig om daar je papieren dan te gaan bewaren. Die moesten goed worden bewaakt. En het was nog nooit een niet-Spaanse historicus gelukt om toegang te krijgen tot het archief tot Gasjaar in 1843. Al die archiefreizen van Gasjaar die zetten hem aan tot een niet aflatende productie. Eerst van een stroom reisverslagen zodra hij terugkwam om mee te delen wat hij allemaal had meegemaakt en gevonden. En daarna met name in uitgebreide bronnenpublicaties waarin hij al zijn vondsten aan het publiek meedeelde. Dus hij publiceerde de bronnen die hij vond. En die bronnenedities waren een zeer geliefd genre in de 19e eeuw. Juist ook omdat ze de belofte in zich hielden dat ze de archiefreis voor collega's overbodig zouden maken, omdat die dan simpelweg die publicaties konden raadplegen. En Gasjaars werkkracht en onvermoeibaarheid die waren ongekend. Die werden ook alom geroemd. Hij had een leidende rol in bijna iedere Belgische historische commissie en was voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitbouw van het Belgische Rijks- en Provinciale Archiefwezen. En hij bleef dan ook tot zijn dood op 85-jarige leeftijd in 1885 Rijksarchivaris. En op dat moment had hij een ongelooflijke 54 jaar dat ambt vervuld, sinds 1831. Hij was tot Rijksarchivaris benoemd toen die positie vakant was geworden, kort na het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk in Nederland en België in 1830. En daarmee had hij een bliksemcarrière gemaakt, Gasjaar. Het was ook het moment waarop dat kon. En want hij was pas sinds 1826 beambte geweest op dat archief. Daarvoor had hij kort voor het stadsbestuur van de stad, de Henegouwse stad Doornik, gewerkt.
En daar was hij voor het eerst met archieven in aanraking gekomen. En die archieven, hij was als secretaris van de stad, was hij begonnen die archieven te ordenen. En die aanraking met die archieven bleek zeer gelukkig, maar mogen we wel zeggen, was zeer onverwacht. Het was nog maar heel kort daarvoor dat de Fransman Gachard, hij zou in 1821 worden genaturaliseerd toen nog burger van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat hij op 17-jarige leeftijd zijn carrière begon als leerling letterzetter in een Doornikse drukkerij. Gachard, kortom, was als historicus een self-made man. Hij had zich in 1843, dus op het moment dat hij in Simancas zich bevindt, opgewerkt van een tamelijk bescheiden komaf tot rijksarchivaris van het Koninkrijk België. Dat kon van Bakhuizen niet worden gezegd. Toen hij voorstelde om een historische guerrilla te beginnen, was hij een gevallen man. Hij was bankroet in Nederland. Hij was bankroet financieel en moreel. Het was ook daarom dat zijn verloving ter sprake kwam in de brief die hij schreef aan zijn leermeester Baken. Bakhuizen was op het moment van schrijven namelijk al enkele jaren verloofd met Truitje Toussaint, de schrijver van historische romans, die trouwens ook wel eens te vergeefs had geprobeerd om het Nederlands archief in Den Haag binnen te komen. Die verloving, zo drong Baken aan in een andere brief, die moest door Bakhuizen worden verbroken. En omdat er geen mogelijkheid was dat Bakhuizen onder deze omstandigheden ooit in het huwelijk zou kunnen treden. En dat hij daarmee dus zijn verloofde eigenlijk in die verloving gegijzeld hield. Het was niet aan haar om die verloving te doorbreken, het was dat wat een man zou moeten doen. Wat was hier aan de hand? Bakhuizen was al sinds oktober 1843 in het buitenland. Dus dat is al bijna 2 jaar op het moment dat hij voor die archieven staat. Want hij was op de vlucht voor zijn schuldeisers. Dus de vlucht voor zijn schuldeisers was de apotheose geweest van wat we gerust een wilde studietijd kunnen noemen, denk ik. Bakhuizen had een waarlijk exorbitante schuld opgebouwd als student, gefluisterd wordt, en dat was door Nicolaas Beets in een brief, over meer dan 60.000 gulden. Dat is voor die tijd een ongelooflijk bedrag. Bakhuizen had op dat moment dan ook een mooie toekomst achter zich. Toen hij in 1826, 16 jaar oud, begon met studeren aan het Amsterdamse Atheneum, was hij een grote intellectuele belofte. En tijdens zijn studietijd die hij aflegde, verspreid over Amsterdam en Leiden. In Leiden kon hij academische examens afleggen, in Amsterdam kon dat niet. Studeerde hij in zowat alle vakken die tegenwoordig onder de geesteswetenschappen vallen. De theologie, de klassieke filologie, Nederlandse letteren, filosofie. En hij blonk in al die vakken uit. En hij groeide daarnaast ook uit tot een bepalende figuur in het Nederlands letterkundig leven. Hij schreef heel veel recensies, schreef historische romans, was een van de oprichters van het bepalende toonaangevende tijdschrift De Gids. Ook schreef literatuurhistorische studies over Vondel onder andere. Maar er was meer dat hem trok in het leven dan de geest alleen. Bakhuizen verbraste zijn geld aan drank, vrouwen en gokken. En toen hij in 1842, na 16 jaar studeren, eindelijk zijn doctoraat behaalde, weigerden zijn vrienden dan ook naar zijn promotiefeest te komen. Ze konden de verspilling gewoonweg niet langer aanzien. Dat Bakhuizen zo'n grote schuld kon opbouwen, heeft te verklaren uit zijn afkomst uit de gegoede Amsterdamse burgerij. Want hij kwam uit de gegoede burgerij, uit de hoge burgerij. Voor iemand als Gachard van een heel bescheiden achtergrond was het onmogelijk geweest om de kredieten te verkrijgen die Bakhuizen keer op keer wist te verkrijgen. Men dacht dat hij kredietwaardig was. En de speelzucht van Bakhuizen is wel eens verklaard juist uit die gegoede en vooral de zeer beschermde komaf. Als enig kind van een moeder die haar zoon dominee zag worden en een erg zuinige vader. En wat nu de diepere psychologische oorzaak ook geweest is, voor de Nederlandse geschiedwetenschap is het allemaal een zegen gebleken. Bakhuizen vertrok in wat hij zelf noemde een ballingschap, overhaast, zonder boeken, naar Luik. Want als hij het land uit was, en dit is een andere tijd, als hij het land uit was, was hij vrij van zijn schuldeisers. En daar besloot hij in Luik zonder boeken. Bakhuizen leek tot die tijd de kant van de klassieke filologie te zullen opgaan. En daar besloot hij uit verveling eigenlijk het archief te gaan bezoeken. Hij vond er stukken en was meteen verliefd. Hij vond stukken over de vroege jaren van de Nederlandse opstand, dus ook over diezelfde jaren 1560. Publiceerde tegen zijn gewoonte in heel snel een stuk daarover en maakte in Nederland onmiddellijk naam als historicus. Dus hier was een historicus geboren.
En Backhuizen had de smaak te pakken. Hij bezocht de Brusselse archieven, maakte er kennis met Gachard onder andere. In 1844 vertrok hij voor een lange reis door Duitsland, waarbij hij met de aanbevelingsbrieven van zijn hoogleraar Baken in de tas rondreisde langs huizen van Duitse geleerden en allerlei bibliotheken waar hij Griekse manuscripten collectioneerde voor Baken. Maar het hoofddoel van die reis was Wenen en de archieven al daar, omdat die archieven beloofden hem veel materiaal over de Nederlandse geschiedenis te zullen verschaffen. In april 1845 kwam hij aan, in juni, 2 maanden later, wachtte hij nog steeds op toelating. Dus we zijn weer terug bij het begin. Dat het zo moeilijk was om binnen te komen in de archiefdepots van Simancas en Wenen toont nog eens aan hoezeer die archieven in de 19e eeuw nog werden gezien als de geheime sfeer van de staat. Gachard had na zijn aankomst in Spanje in juli 1843 eerst 2 maanden in Madrileense bibliotheken gewerkt alvorens hij bericht kreeg dat hij was toegelaten. En daarvoor was diplomatiek overleg op het hoogste niveau noodzakelijk geweest. Maar gelukkig wist Gachard dat hij de Belgische ambassadeur in Spanje op zijn hand had. En ook toen de toegang tot het archief Gachard ontzegd was geweest in het voorjaar van 1844, toen hij zijn boze brief schreef, deed hij een beroep op die ambassadeur. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken werd bewerkt, en net als een hoge ambtenaar van het departement van kunsten en wetenschappen en cultuur, genaamd Gil de Sarate. En de loop van mei mocht Gachard weer aan het werk. En die machinaties hadden hun effect. Gachard kende, zoals de Belgen dat zeggen, de trucken van de voor. Hij had de steun van zijn superieur, de minister van Binnenlandse Zaken, en zelfs van de koning. Hij had zich verzekerd van een Leopoldsorde, een koninklijke onderscheiding die reeds was ondertekend door Leopold I, toen koning der Belgen. Wel ondertekend, maar nog niet voorzien van een naam. Het was aan Gachard om die in Spanje naar eigen goeddeuken uit te delen, waar dat maar van nut mocht zijn. Waar dus een koninklijke onderscheiding als een soort van, zullen we maar zeggen, glijmiddel moest dienen om het allemaal wat gemakkelijker te laten verlopen om die archieven binnen te geraken. De keus viel eerst op de archivaris van Simancas, maar toen die plots overleed, had Gachard eigenlijk de kans om die orde 2 keer uit te reiken. En toen kreeg hij Gil de Sarate de bedank, als bedank voor bewezen diensten, de Leopoldsorde. Voor Backhuizen lag dat wat moeilijker. Hij had die steun niet, hij had geen ordes op zak. Om in de keizerlijke Weense archieven binnen te geraken, wendde hij zich tot de Nederlandse ambassadeur in Wenen. De ambassadeur van Hekeren bracht zijn verzoek over aan de Oostenrijkse kanselier von Metternich. Op dat moment wellicht de machtigste man, of in elk geval de machtigste niet-vorst van Europa. Om maar aan te geven dat archieftoegang ook hier een kwestie van het hoogste niveau was. De toelating tot het archief verzekerde van Metternich was geen enkel probleem. Er was maar 1 voorwaarde. Backhuizen moest een aanbevelingsbrief van de Nederlandse regering kunnen overleggen. De Nederlandse regering moest als het ware voor Backhuizen instaan. Daar liep het mis. De aanbevelingsbrief werd hem geweigerd. Volgens Backhuizen zelf was de reden dat de regering bang was dat hij, en ik citeer uit een van zijn brieven, dat Backhuizen meer zou zien dan het Oostenrijkse gouvernement lief was en dat de bekendwording daarvan ongelegenheden tussen Oostenrijk en Holland zou kunnen teweegbrengen. Maar een extra reden moet hier toch bijna wel geweest zijn dat de reputatie van Backhuizen in Nederland op dat moment tot onder het nulpunt was gedaald. En dat was dus het moment dat Backhuizen met een historische oorlog dreigde. En wat blijkt uit zowel de reden waarom de regering Backhuizen de toegang weigerde, namelijk dat ze bang waren dat historische feiten een diplomatieke rel zouden ontketenen, als Backhuizens mogelijke tegenzet, is, en wat het aantoont is volgens mij, hoe belangrijk de geschiedenis in de 19e eeuw was. Hoeveel waarde daaraan werd gehecht. En dat men serieus vreesde dat 16e eeuwse stukken ervoor zouden kunnen zorgen dat diplomatieke rellen uitbraken. En Backhuizen dacht dat hij de regering daadwerkelijk bang maakte als hij zijn historische guerrilla zou beginnen. En de oppositie waarin Backhuizen in het eerste citaat waar ik mee begon refereerde, was de tegenkanting die de Nederlandse regering in deze jaren, in de jaren 1840, van alle kanten ondervond. En die uiteindelijk zou uitmonden in de grondwetswijziging van 1848. En daar wilde Backhuizen dus historische oppositie aan toevoegen. En die historische oppositie die zou komen, in Backhuizen geval duidelijk vanuit de liberale kant. Maar zover kwam het niet.
En Backhuizen heeft die oorlog niet ontketend. Hij zon ook op andere manieren om toegang te krijgen tot het archief. En één daarvan was het voorstel dat hij deed om de Nederlandse ambassadeur, die van Hekeren die ik net noemde, alle stukken die hij in de Weense archieven zou vinden, zou laten nalezen. Dus wat Backhuizen hier voorstelt is eigenlijk het organiseren van zijn eigen controle. Om het zwaar uit te drukken, zijn eigen censuur. Uiteindelijk ging dat voorstel niet door. Uiteindelijk waren het de vrienden van Backhuizen die hem al zo vaak hadden geholpen, die ingrepen en ook collega-historici als Groen van Prinsterer, die voor hem werkten als het ware in Nederland en die ervoor zorgden dat een aanbevelingsbrief er toch kwam. In oktober 1845 was het zover, 6 maanden had Backhuizen gewacht en hij mocht eindelijk aan de slag. En het was de moeite waard geweest, zowel in Wenen, waar Backhuizen iedere dag het archief bezocht, als in Spanje. En wat Gachard in Simancas vond, overtrof iedere verwachting. Zeker wat betreft zijn favoriete tijdvak, die 16e eeuw. Zo vond Gachard onder meer de correspondentie tussen koning Philips II en zijn halfzuster Margaretha van Parma. En dat was van belang, want Margaretha, ook wel bekend als Margaretha van Oostenrijk, en Margaretha was de landvoogdes van de Nederlanden geweest in de roerige aanloop naar de opstand. Dus in de jaren tussen 1559 en 1567. En daarmee was zij de voorgangster geweest van de hertog van Alphen, maar dit was, in 19e eeuwse historische termen, was dit goud. Gachard begon dan ook onmiddellijk na zijn terugkeer in België met het maken van uitgaves van deze stukken. En tussen 1848 en 1879, dus over een langere periode uitgestrekt, verschenen 5 dikke delen van de correspondance de Philippe II sur les affaires de Pays-Bas. Backhuizen, hetzelfde moment, vond in Wenen ook, vond in Wenen ook een archief met zeer rijke inhoud, zeker wat betreft ook die 16e eeuw. In die eeuw was, nogmaals, in het 19e eeuwse Nederlands historisch besef de belangrijkste periode. En meer nog dan de 17e eeuw. De 16e eeuw was waar het om draaide, omdat dat het moment was waarop de Nederlandse natie was ontstaan. De Nederlandse Republiek was ontstaan. En wat Backhuizen vond zou bijdragen aan kennis van die periode. En zijn belangrijkste vondst op dat gebied was de correspondentie tussen koning Philips II en landvoogdes Margaretha van Parma. En dat was inderdaad hetzelfde als wat Gachard een jaar daarvoor in Simancas had gevonden, maar toch ook niet, zo legde Backhuizen uit in een brief aan Baken. Backhuizen had, ik citeer, de officiële correspondentie die van wederzijde gedeeltelijk in overleg met wederzijdse raadslieden gehouden werd. Wat Gachard had gevonden was de geheime correspondentie tussen Philips en Margaretha. Maar Backhuizen noemde zijn bronnen de tekst, die van Gachard was de commentaar, waarin de geheime drijfveren der openbare handelingen werden blootgelegd. Dus je had een geheime correspondentie ontdekt door Gachard en de officiële correspondentie ontdekt door Backhuizen. En die waren natuurlijk complementair. En Backhuizen maakte dan ook, en net als Gachard, onmiddellijk plannen voor publicatie. Dit materiaal was zo belangrijk, zo besefte hij, dat het moest worden uitgegeven. Maar zoals dat ging bij Backhuizen, moest het niet zomaar een uitgave worden. Hij was tenslotte niet simpelweg een bureaucopiist. Nee, de uitgave moest zo uitvoerig worden ingeleid en becommentarieerd dat de lezer ervan meteen het hele tijdvak van de jaren 1560 zou begrijpen. Dus het zou hem veel meer werk kosten. Die ambitie was dus zeer hoog, maar haast was geboden in dit geval, zo realiseerde Backhuizen zich. Nadat hij was teruggekeerd in België, had Gachard hem, toen ze elkaar weer ontmoetten in Brussel op het archief, hem met opene armen ontvangen, schreef hij, en ook hem aangespoord snel te publiceren. Backhuizen daarover: ik heb alle reden om aan die raad gehoor te geven. Al ware het slechts omdat ik de mij dikwijls al te vriendelijke Fransman niet geheel vertrouw. Zijn aandacht is door mij eenmaal op het Wener archief gevestigd en wellicht zou hem niets liever zijn dan aan zijn gouvernement te beduiden hem nog eens aan 50 frank per dag een reisje naar Wenen te laten maken, zoals hij het naar Spanje heeft gedaan. Dan waren mijn arbeid onderschept en mijn moeite voor niets. Dit citaat zegt veel over de verhouding tussen Backhuizen en Gachard. Het duidt op een zekere rivaliteit tussen historici en rivaliteit om als eerste uit de bus te komen, om als eerste een vondst te doen, om als eerste te publiceren. Een rivaliteit die deels ook altijd een nationale rivaliteit was. Het was een Holland-België. Ook al refereerde Backhuizen enigszins vilijn aan Gachard als een Fransman, wat hij al meer dan 20 jaar niet meer was. En meer persoonlijk verraadt het dan ook de manier waarop Backhuizen neerkeek op Gachard, die van een lagere afkomst was en intellectueel zeker de mindere was van Backhuizen.
Maar tegelijk was Backhuizen, zo blijkt uit het citaat, erg bang. De welhaast legendarische werkkracht van Gassiaar was het tegendeel van het onvermogen van Backhuizen om zijn ondernemingen tot een goed einde te brengen. En er was ook enige jaloezie. Backhuizen, die op het moment van schrijven, het was al 1846 dat hij dit schreef, nog steeds op zoek was naar zijn zeldzame rust, vestiging en brood, tegenover Gassiaar die zijn onderzoek vanuit een comfortabele positie en met een goede onkostenvergoeding kon verrichten. Gassiaar had inderdaad 50 frank per dag ontvangen van de Belgische regering tijdens zijn reis naar Simancas. Nog meer, hij werd tijdens zijn archiefreis naar Simancas vergezeld door een kopiist die werkte voor 20 frank per dag. En daarmee bleek ook meteen het verschil in mogelijkheden tussen de rijke Gassiaar en de armlastige Backhuizen. Het inhuren van een kopiist was een luxe die Backhuizen zich niet kon permitteren en Gassiaar wel. En dat was geen overbodige luxe, maar wel een die nieuwe problemen opleverde. Een kopiist, voor de duidelijkheid, is een menselijke kopieermachine. In een tijd waarin fotograferen, fotocopiëren of inscannen nog niet bestond, was er voor de historicus maar één mogelijkheid als hij de stukken in een archief voor later gebruik wilde verzekeren. Met de hand kopiëren, overschrijven. En dan hielp het natuurlijk als er extra handen waren die het werk konden versnellen. Gassiaar bracht zijn eigen kopiist mee naar Spanje, maar in veel archieven werd deze dienst ook door archiefbeambten aangeboden, uiteraard tegen betaling. Maar heel veel weten we niet van die kopiisten, omdat er weinig over hen werd gesproken. En als er over hen werd gesproken, dan gebeurde dat meestal in kwade zin. Het is eigenlijk als met het kopieerapparaat. Je hoort maar zelden mensen de lof zingen op een kopieerapparaat dat het zo goed doet. En dat ligt ook in de aard van een kopie. Een kopie moet zoveel mogelijk lijken op het origineel. Het moet lijken alsof er geen bewerking is uitgevoerd. Dus nogmaals, en we spreken pas over een kopie. Wanneer spreken we over kopie? Als bijvoorbeeld de toner bijna leeg is en het is slecht afgedrukt. En dan ga je praten over dat er een probleem is. En bij gevolg duiken de 19e-eeuwse kopiisten ook pas op als figuren waar historici hun beklag over doen. Zo sprak Groen van Prinsteren, die ik net al noemde, en die sprak zijn waardering uit voor twee kopiisten in het archief van Besançon, waar hij onderzoek deed. Ik citeer: die ijverige mensen hadden alles wat een volmaakte kopiist vormt op twee hoedanigheden na. Zij konden niet lezen en niet schrijven. En dat maakt van die kopiisten nogal treurige figuren met enkel een negatieve capaciteit. Het enige wat zij kunnen is de boel verknoeien. En dat is ook wat er gebeurde met Gassiaar in Simancas. Groot was zijn teleurstelling toen hij erachter kwam dat het strenge archiefreglement in Simancas hem niet toeliet dat bezoekers kopieerden. Er bestond in Simancas een systeem van gedwongen winkelnering. Enkel de klerken van het archief mochten stukken overschrijven. Dus Gassiaar en zijn assistent spendeerden hun dagen met het bekijken en lezen van stukken, maakten er soms samenvattingen van en gaven vooral opdracht tot kopiëren aan die Spaanse archiefmedewerkers. En daar begonnen de problemen. Niet alleen lieten die kopiisten zich per stuk betalen, waardoor de kosten de pan uitrezen, en vooral waren die kopiisten lui en onbekwaam. Ze waren niet goed in het lezen van oude handschriften, ze konden nauwelijks Frans lezen en ze lieten de kans lopen om iets meer dan de voorgeschreven 4 uur te werken om zo wat extra te verdienen en Gassiaar sneller aan zijn kopieën te helpen. Ik citeer Gassiaar: maar nee, ze moeten siësta houden, een wandeling maken en daarna uitrusten. Er zit ook wel wat nationale stereotypen in, denk ik. Die kopiisten waren dan wel heel vervelend voor historici, maar ze waren tegelijk ook onmisbaar. Gassiaar kon als rijksarchivaris natuurlijk niet voortdurend uit Brussel wegblijven. De kopiisten zorgden ervoor dat de stukken bij hem bleven binnenstromen. Ze kwamen uit Den Haag, ze kwamen uit Napels, ze kwamen uit Simancas nog vele jaren nadat hij alweer terug was in België. Het gevolg was dat we vandaag in het Brusselse archief stapels stukken vinden met daarop twee handschriften. En volle bladzijden, het is helemaal volgeplemde bladzijden met het handschrift van de kopiisten. En daarnaast correcties in een andere hand, die van Gassiaar. Als kopiisten fouten konden maken, dan moest Gassiaar ze natuurlijk controleren. En in situ, in Simancas was dat simpel geweest. Hij kon daar natuurlijk de originelen naast de kopieën leggen en kijken wat er niet aan klopte. Maar in Brussel had hij natuurlijk over de originelen niet de beschikking. Waarom is dat nu, en waarom vertel ik dit allemaal, waarom is dat van belang en waarom is het eigenlijk interessant om te weten dat Gassiaar kopiisten gebruikte en dat hij zich opwond over die onwillige kopiisten?
Nou, in de eerste plaats wordt door dit alles, die eerder genoemde zelfstilering van historici als een lone male subject in die archieven, die wordt tenminste ten dele in vraag gesteld. Gachard was vaak helemaal niet zo alleen. Hij werd omringd door medewerkers. Was hij immers niet evenzeer de opzichter als de mijnwerker? Was hij niet evenzeer herenboer als arbeider die de oogst binnenhaalde? Maar als die constatering klopt, als die zelfstilering niet overeenkomt met de praktijk, als die constatering klopt, dan blijkt ook dat de dagelijkse archiefpraktijk niet in overeenstemming is met de belofte van de bronnen, zoals ik die net schetste, zoals die 19e-eeuwse historici die keer op keer uitspraken. Het was immers zo dat die historicus oog in oog in een onbemiddeld contact met het verleden zou komen te staan. En dat was natuurlijk maar deels het geval. Er waren kopiisten die tussen de historicus en het verleden stonden. Of er waren lastige archivarissen, ambtenaren of ministers die zich tussen de historicus en het verleden wrongen en allerlei voorwaarden stelden aan het gebruik van die archieven. Het idee van zekerheid, dat berustte op een onbemiddeld contact, op een direct contact van historici met het verleden, wordt dus hiermee in vraag gesteld. Ja, akkoord, geschiedbeoefenaars waren af van eerdere historici, daar hoefden ze niet meer op te vertrouwen, maar er doken allerlei nieuwe onzekere elementen in hun werkveld op. Archivarissen, beambten, kopiisten, politici. En nu moesten ze niet meer de betrouwbaarheid van die eerdere historici vaststellen, maar moest de betrouwbaarheid worden vastgesteld van kopiisten en moest er worden onderhandeld met al die figuren die tussen hen instonden. Bijvoorbeeld wat Backhuizen deed toen hij voorstelde om zijn werk te laten controleren. En dus daar stelt eigenlijk Backhuizen voor dat iemand zich tussen hem en het verleden als het ware inschuift, of iemand tussen hem en zijn bronnen inkomt die dat gaat controleren. Daaruit kunnen we volgens mij twee punten destilleren. Ten eerste, belangrijk punt, dat we niet moeten kijken naar wat wetenschappers zeggen dat ze doen, maar dat we moeten proberen uit te vinden wat ze daadwerkelijk doen. Daar is nog wel eens een verschil tussen. En ten tweede, als we dat dan doen, als we kijken naar wat wetenschappers daadwerkelijk doen, dan zien we dat er onvermijdelijke onzekerheden zijn. Ja, want dit kleine verhaal over de onzekerheden in de 19e-eeuwse geschiedwetenschap, die onder controle moeten worden gebracht, is een variant op een verhaal dat door wetenschapshistorici ook voor andere wetenschappen is verteld. Als we abstractie maken van de specifieke inhoud van de 19e-eeuwse geschiedbeoefening, dan zien we hier immers volgens mij een bekend idee van wetenschap. Wat is een echte wetenschappelijke houding, zoals die hebben aangeleerd, is die van het niet vertrouwen op autoriteiten, oftewel eerdere historici, maar het zelf onderzoek doen. Oftewel het zelf naar archieven gaan, het zelf naar primaire bronnen kijken. En ook hier is het bijbehorende beeld van het kennend subject van die wetenschapper, is dat beeld van een eenzame onderzoeker die in die eenzaamheid de confrontatie met de wereld aangaat en zich daardoor niet laat leiden door wat anderen gezegd hebben, die niet vertrouwt op autoriteitsargumenten, maar die zelf onderzoek doet. Ja? Dus dat is de figuur die hierin terugkomt. Maar de realiteit is natuurlijk die van een systeem waarin ook wetenschappers afhankelijk zijn van hun vertrouwen in allerlei andere mensen voor hun kennis van de wereld. En dat betekent uiteindelijk dat, zoals de wetenschapshistoricus Stephen Shapin heeft gesteld, knowledge of things still depends upon knowledge of people, tot op de dag van vandaag. Onze kennis van dingen of onze kennis van de wereld hangt af van onze kennis van mensen en de mate waarin wij die mensen vertrouwen. Shapin zelf, een wetenschapshistoricus, die illustreert dat aan de hand van, opgeleid ook als biochemicus eerst, illustreert dat zelf aan de hand van een voorbeeld uit zijn eigen wetenschappelijke ervaring met de claim DNA bevat cytosine. En die claim heeft hij, ik ga nu niet pretenderen dat ik begrijp wat die claim zou inhouden. Ik heb al opgezocht dat het een nucleobase is, maar goed, dan ga ik u verder niet vervelen omdat ik dat dus niet weet. Maar hij zegt van, dat is een claim, die heb ik zelf, de meeste mensen nemen dat aan omdat een wetenschapper dat zegt, dus die vertrouwen op autoriteiten. Hij zegt, ik heb dat zelf wel in experiment gecontroleerd. Maar hij zei, als ik echt zo wantrouwig zou zijn geweest als dus de wetenschappelijke theorie mij zou voorschrijven, en dan zou ik bij iedere stap in mijn experiment vragen hebben kunnen stellen. Was dit wel echt DNA waar ik het experiment mee begon? Was dit wel cytosine? Zijn de centrifuges die ik heb gebruikt wel goed afgesteld voor dit experiment? En al die vragen worden natuurlijk niet gesteld.
En als we dat systematisch wel zouden doen, dan zouden we nooit meer aan een experiment kunnen beginnen. Want dan zouden we eerst talloze andere experimenten moeten doen voor we aan ons eerste experiment kunnen beginnen. Zou iedere wetenschapper natuurlijk weer op nul staan. Hè? De basis is dat we vertrouwen op andere mensen voor onze kennis. Dus ik zou zeggen, als we kennis voor waar aannemen of als we kennis voor zeker houden, hangt dat voor een groot deel af van de inschattingen die wij maken van degene die ons de toegang tot die kennis verschaffen. En heel vaak blijven die inschattingen die wij maken en dat vertrouwen blijft impliciet. Omdat dat onze standaard is. De standaard is dat wij vertrouwen op andere wetenschappers, op andere historici, op assistenten, op et cetera, et cetera. Het mechanisme dat erachter zit, het mechanisme dat blijkt dat vertrouwen alomtegenwoordig is. En het inschatten van mensen als betrouwbaar alomtegenwoordig is in de wetenschap. En blijkt pas als dat vertrouwen opeens wordt doorbroken. Door een onwillige archivaris of een onhandelbare kopiist. Dus door die figuren zien we dat we normaal gesproken, dat de standaard is dat we vertrouwen op die archivarissen en op die kopiisten. En dat we dus daarmee ook van hen afhankelijk zijn. Bakhuizen en Gachard. Ter afsluiting nog. Die uitgave van de Weense vondst zou Bakhuizen niet meer meemaken. Hij keerde in 1851 wel terug naar Nederland. Zijn schulden waren ingelost, of in elk geval kwijtgescholden eerder. En hij werd er zelfs rijksarchivaris. Bakhuizen werd tot op zekere hoogte gerehabiliteerd. En als rijksarchivaris verbeterde hij de toestand van de archieven danig. Maar die bronnenpublicatie maakte hij dus niet af. Dat was de taak van Gachard. Hij ondernam in 1874 nog een reis naar het Weense archief, inderdaad voor een vergoeding van 50 frank per dag, zoals Bakhuizen had voorspeld. Bakhuizen was al in 1865 overleden, 9 jaar dus voordat Gachard zijn reis maakte, maar had nog 2 jaar voor zijn dood Gachard zijn kopieën afgestaan. Zo kon het ook dat een van Bakhuizen zijn brieven opdook in de door Gachard uitgegeven driedelige correspondance de Marguerite d'Autriche avec Philippe II. En de meeste stukken waren toen trouwens ook al, dat moet ik zeggen, dus Bakhuizens werk was ook niet meer zo nodig gebleken, want de meeste stukken waren inmiddels al van Oostenrijk weer naar Brussel teruggegeven, want ze waren ooit vanuit Oostenrijk in 1794 ontvreemd. Maar nog, en met deze uitgave was het leven van Bakhuizens archieffondst in Wenen nog niet voorbij. Aan het begin van de 20e eeuw keerden zijn kopieën nogmaals terug over de landsgrens en nu van Brussel weer naar Den Haag. In de jaren 1920 werden ze de basis voor nog eens 3 dikke delen Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme, avec Philippe II. En dus nog eens een keer over hetzelfde. De uitgever van deze briefwisseling vermeldde in de inleiding dat het niet gemakkelijk was te werken met Bakhuizens kopieën. Zijn handschrift was erg klein, eventuele fouten waren door hem hersteld. Ik dank u wel.